Hallo, ik durf niet in allemaal, maar een aantal vind ik toch wel erg leuk om te doen. Waar heb ik het over? Achtbanen. Het is vandaag achtbanendag. En laten we nou eens een achtbaan gaan tekenen. Welke achtbaan durf jij? Ik weet niet of je de achtbaan in de Efteling kent, maar de Baron, daar zal je mij niet gauw in aantreffen. Alle andere achtbanen in de Efteling vind ik wel leuk. En daar durf ik dan wel in. Mijn kinderen trouwens ook. Laten we eens een achtbaan gaan tekenen. Doe je mee? Ja, dag van de achtbanen. Ja, nou hebben we laatst alle achtbaan getekend natuurlijk bij pretparken. Nou, laten we nog maar een keer een achtbaan tekenen dan. En laten we dan maar gelijk beginnen met de loopings. Ja, als we dan toch bezig zijn. Laten we hem weer aansluiten zo. Ja. Nou ja, hoe tekenen we die dan weer? Dan gaan we weer hetzelfde doen. Een dubbele lijn ervan maken. Ja, het is natuurlijk een soort rails. Waarover de, oh, moet niet te breed maken die rails. Waarover die karretjes natuurlijk gaan, hè. Trucje is om hier natuurlijk misschien dit te tekenen met twee stiften naast elkaar. Dan heb je gelijk een mooie dezelfde afstand van die lijn. Ja, goed. Dan ga je weer. Gaan we dat natuurlijk weer zo streepjes zetten. Zodat we echt die rails effect krijgen. En misschien moeten we deze keer wat minder kolommen ertussen zetten. Want eigenlijk vallen die helemaal niet op als je naar een achtbaan kijkt. Die dragers en de staanders. Die zijn er natuurlijk wel. Maar ja, dat is niet helemaal niet spectaculair natuurlijk. Dus. Nou, laten we hier dan ook maar gelijk het eindstation doen. Laten we natuurlijk dan naar binnen. Zo. Het eindstation. Ja. Maar natuurlijk, hij moet natuurlijk wel stevig staan. Dus we gaan hem wel eventjes op pootjes zetten. Zo. Ik vind dat we zo een aardige achtbaan hebben getekend. De karretjes moeten er dan natuurlijk nog op. Ja, de karretjes gaan hier naar boven. Zo. Goed. Karretjes. We kunnen daar weer mensen in tekenen natuurlijk. Zo. Een drukke dag. En dan eentje met zijn armpjes omhoog. Zo. Joehoe. Goed. Bossage op de achtergrond en op de voorgrond.
Vogeltjes in de lucht. Altijd leuk. Zo, nou hebben we zo'n aardige idee van een flinke achtbaan. Ja, achtbaan. Je kan natuurlijk ook het karretje tekenen. Ook leuk. En hoe gaat zo'n karretje nou? Nou, waar is het? Zo. En kunnen er mensen in zitten. Die wielen die zitten wel vaak wel goed verstopt. En die zitten natuurlijk aan twee kanten. Hier tussendoor gaat die rails dan. Aan twee kanten hangt zo'n karretje aan en dingen. Nou, dan hebben we vaak van die beugels waar de mensen aan vastzitten. Zo. Oeh. Een beetje bang zie je. Haar overeind. Zo. Hou zich stevig vast aan die buizen. Hupsakee. Zo, en dan, ja, dan roet je ze zo naar beneden, zeg maar. Hoppakee. Nou, en daarachter natuurlijk weer een karretje. Ja, hier snelheidsstreepjes zo. En hier natuurlijk die achtbaan. Ja, hoe kun je die nou een beetje leuk tekenen, zo'n achtbaan? Hoe ziet zo'n rails er nou uit? Ja, eigenlijk ziet die er zo uit. Je hebt hier rails en waar die wieltjes aan twee kanten aan zitten. En dan heb je daar vanaf heb je een grote balk waar die rails eigenlijk overheen zit met zijbalkjes. Waar die rails aan vast zit. Nou, goed. Ik zou zeggen, ontwerp zelf een leuke achtbaan en dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!